En ik begin vandaag gelijk. Ik ben helemaal blij, want ik zou met Sarah nog... Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik kwam er net achter dat mijn moeder of mijn vader heeft Kentucky gehaald. En dan zie ik wat in de koelkast staan. Ze hebben megabox kidnuggets meegenomen. Echt, oh my god. Oh, eerst het sausje. Oh, weghalen. Zien jullie dit? Tada! Oh, dat is zo lekker. Kijk. Zo lekker. Ik heb gewoon zin om er één te eten. Zal ik het echt doen? Oh. En ik heb gekozen om er één te eten. Zo lekker. Mm. En dan gaan we weer alles erop zetten. Wat ik nu ook aan het doen ben. Zo. Dat is gedaan. En dan... weer de koelkast in. Toppie, dat is gedaan. Goedemorgen, het is dinsdag. En ik heb Sarah net op school gebracht. Nu even tijd om wat te eten en te drinken. Ook al even de laatste boodschappen gehaald van de dingen die ik gisteren niet te pakken kreeg. En het gaat vandaag zulk lekker weer worden, maar ik moet vandaag zoveel dingen doen. En normaal blijven Sarah en Mila bij Mila over op dinsdag. Dat doen ze vandaag ook wel, alleen Georgia heeft vandaag een monteur over de vloer. Dus die moet thuis zijn om die tijd. Dus ik haal ze op. Dan lopen ze zelf nog even vanaf hier naar Mila, want die woont heel vlakbij. Dan gaan ze daar eten, dan komen ze terug en dan loop ik weer mee naar school. Dus ik heb vandaag wel even twee onderbrekingen. Maar ja, zes verjaardag is over 3,5 week. Nog steeds allemaal zo even van de verbouwing die opgeruimd moet worden. En ik wil vandaag even zo'n slag gaan maken. Want ik heb gewoon vandaag tot 3 uur en overdag, ik verwacht alleen een pakketje en verder heb ik niks staan. Dus het moet gewoon even nu, want de weekenden gaan ook vol zitten en helemaal op, dus moet. We beginnen de dag in ieder geval met truffeltjes en thee. En ik begin vandaag gelijk eerst met een to-do-lijst. Als ik echt veel wil doen, vind ik dat echt makkelijk, want dan kan ik gewoon puntgewijs alles doen wat ik moet doen. Ik heb een appgesprek met mezelf. En dan zet ik ze per punt erin en dan kan ik elke keer dat gewoon verwijderen. En dan wordt de lijst steeds korter. En het werkt heel goed. Dus dat gaan we eerst eens doen en dan, dan moeten we aan de slag. Vaatwas staat in ieder geval aan, wasmachine staat al aan. Dat heb ik al gedaan voor we weggingen. Dus dat scheelt. En nu kijken hoe ver we gaan komen vandaag. Oh, het wordt wel een aardige lijst zo. Ik ben helemaal blij, want ik heb de pakketjes binnen. Dit zijn Sarah de verjaardag outfit. En ik wil ze eigenlijk nu al uitpakken, maar ik weet dat ze het zo leuk vindt om het ook zelf te doen. Dus ik denk dat ik ze laat liggen. En ik werd net gebeld dat de afspraak bij Georgia niet doorgaat. Want de monteur is verkouden, dus dan mag dat weer niet. Dus mij lunchen daar gewoon. Oh ja, en wat ik aan heb, want dat vergeet ik soms. Deze top van Warehouse. Broekje van Levi's. En ik heb eindelijk mijn Even Odd sandalen aan. En ze lopen echt lekker, dus daar ben ik echt blij om. En ik heb natuurlijk zo verschrikkelijk lang gezocht naar sandalen die pasten en die naar mijn wens waren. En nu heb ik ze eindelijk. Ik vind ze echt geweldig, dus
Helemaal happy. Oh, het is zo heet in de auto. Maar goed, ik heb bijna mijn hele to-do-lijst af. Ik heb zo hard gewerkt. En ik had het al warm. En toen mocht ik in deze sauna-auto gaan stappen. Echt top. Ik ga snel Sarah ophalen. Echo aanknallen. Dan zijn we naar de afspraak en dan snel langs mijn kutje. We zijn weer thuis. Al even. We hebben net met opa gevideobeld. Want je mag heel even tot eten op tafel staat. De pasta is over een minuut klaar. Want dit was mijn oma's verjaardag. En dan gaan we altijd langs. Maar ja, toen kwam school, leerplicht, alles. Ik had de afspraak van net wel af kunnen zeggen. Maar dan hadden we het nog niet gered. Want opa woont daar gewoon net te ver voor. Dus ik had wel echt tijd gereserveerd. Ook in mijn agenda gezet van videobellen. Niet omdat ik bang ben dat ik deze dag vergeet. Maar wel omdat ik bang was dat... Soms is het leven gewoon zo druk. Dat je iets wil doen en er heel vaak aan denkt. En dat het dan einde van de dag is en dat je het dan nog niet hebt gedaan. En dat wilde ik wel voorkomen. Dus dat hebben we net wel even de tijd voor genomen. Toen gelijk gaan koken. Want het was wel iets later. Maar ja, ik belde Marco net, want hij was er ook niet. Maar zijn werk loopt toch ook uit. Dus waarschijnlijk eten we alsnog met z'n tweeën. En dan warmt Marco dadelijk op. Nou, mijn pasta is bijna klaar. Dan kunnen we lekker gaan eten. Ik zou met Sarah nog de pakketjes uit gaan pakken. Ik maak ze open en dan kan jij kijken en het laten zien. Want jij moet ook naar de douche. Dus voor Sarah de verjaardag outfit. Maar deze heb ik extra voor je besteld. En dat weet je niet. Oeh, deze onderbroek. Deze is echt leuk. Die is cool, hè? Maak maar open. Dan kan je het zo, als je gedoucht hebt, gelijk allemaal even passen. Waar is die? Oh, hier. Ik heb deze al open gemaakt. Kom maar. Nee, kom maar, want als het niet gepast, dat weet ik met jou nooit. Oeh, wow. Dat is die. Mama. Ja, dat maakt niet uit. Dat is alleen maar dat het droog blijft. Dat je er geen vochtplek in krijgt. En de broek heb ik wel voor het najaar besteld, hoor. Dus kijk. Oeh, zo. Kijk hoe lang die valt. Jeetje, dat is bijna de lengte van mijn broeken. En dat is een maat 122. Hij komt gewoon... Nou, dus wie zo... Moet je kijken. Dit is echt bizar, kijk. Ik ga het laten zien. Als ik hem hier hou, is het gewoon bijna... Ja, je kan het net niet zien. Het is gewoon bijna mijn lengte. En dit is een maat 122, 128. Ik weet dat koelketbroeken lang vallen, maar dit slaat echt nergens op. Heel apart. Maar goed, heb je een rokje... Voor mij komt het tot wat hier. Ja, als je hem omhoog gaat. Heb je een rokje al laten zien? Ja. Ja, vind je hem leuk? Ja, ja. Maar die broek, ik ben echt... Draaiding, kijk. Ja, een overslag lijkt het, ja, maar... is het. Oh, even wachten. Sarah, rustig. Sarah. Zo krijg ik hem niet open. Zo. Zo scheur je alleen maar de doos en dan gaat hij nog niet open. En dan krijg ik hem juist helemaal niet meer open. Want ik moet even die plakranden gewoon open scheuren. Zo. Omdat je lange nagels hebt, kan dat. Nee, ik doe het juist niet met mijn nagels, want dan kan ik mijn nagels er allemaal afhalen. Dan breken ze helemaal. Zo. Ik had gewoon een schaar moeten hebben, maar ik denk het is van een dinger. Ja, dat is dit shirt altijd. Oeh, dit is leuk. Dat is de ene jurk. Wow. Die wilde je voor je feestje. Nee, die wilde ik deze niet. Deze wilde je voor je feestje. Die andere was van de school. Die dus voor je disco. Nee, niet deze voor mijn disco. Ja, dat ik wilde die rode jurk aan. Voor mijn disco. Oh, de andere wil je naar school en de andere op je verjaardag dan. Dat kan ook. En dan deze? Deze wil ik ook niet om mijn verjaardag. Deze wil ik om mijn verjaardag gaan. Ja, die heb ik in het feestje dan. Oeh, en dit is die top, of die body. Kijk, die is echt leuk, van die rok. Mama, je zit daarin. Dit wil je dan? Ja, maar wat dan? Dit is dan voor... Dit wil je met je... Sarah, dit wil je met je disco dan? Nee. Ik wilde die rode jurk. Oh, baby. Die wil ik voor mijn verjaardag. Oh. De rest wil ik voor school. Ja, je kan niet twee outfits naar school aan. Maar goed, we hebben het er zo over. Want dat was niet hoe we het hadden afgesproken toen we het bestelden. Laat ze eerst maar eens gewoon zien. De laarzen. Passen doen we zo wel. Cool, hè, zijn ze. Ik vind ze echt heel stoer. Kijk, hier heb je van dit rubberig soort. Nee, dit is elastiek. Met steentjes. Dit is juist elastiek. Ja, ze hebben van die dingetjes, balletjes. Ja, ik vind ze heel cool. En deze weet ik wel dat ze goed zitten. Want ja, we hebben eigenlijk altijd een variant van deze. In ieder geval de buitenkant is anders, maar de pasvorm van deze is gewoon gelijk.
Vanavond is een beetje een aparte avond geweest. Met heel wat familiedingen. Maar dat is verder privé. Dus het is laat. En ik ga mijn bed in. Dus ik wil jij nog bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.